In Eindhoven woont de 22-jarige studente Vanity. Ze kampt al jaren met overmatig acne. Hoewel ze al tientallen middelen heeft geprobeerd, hielpen die tot nu toe niets. Ja, het is begonnen als gewoon puistjes, gewoon klein jeugdpuis. En daarna is het echt acne. Vanity geeft kapitalen uit aan crèmes en poeders om haar acne zoveel mogelijk te camoufleren. 'S Ochtends is ze dan ook eerst een half uur aan het smeren voordat ze überhaupt naar buiten durft. Het ochtendritueel is douchen, scrubben, schoonmaken en dan een soort van milde peeling eigenlijk. En daarna begin ik met de dagcrempjes en de camouflage van mijn gezicht. Ik ben met homeopathie bezig geweest en heb ik ook een dieet gehad. Ik ben naar de huisarts geweest. Daarna ben ik ook dermatologe geweest. En internist ook. Maar ja, het is allemaal niet echt geholpen. Vanity zit er echt mee. Pas als alle make-uplagen zorgvuldig aangebracht zijn, waagt zij het om naar buiten te gaan. In de hoop dat er nu eindelijk echt iets aan haar huidproblemen gedaan kan worden, heeft Vanity een afspraak gemaakt met dermatoloog Jan Dros. Hallo. Hoi. Ik had een afspraak met dokter Dros. Ja, en de naam is? Lans. Welkom. Wat gaan we voor je doen? Het is vooral met make-up gecamoufleerd nou, maar ik heb heel erg veel last van rode vlekjes, puistjes. Ja, vanaf de brugklas waar iedereen eigenlijk een beetje puist krijgt, maar bij mij was het eigenlijk meteen een stuk erger. Ja. En ik heb daar echt al heel veel voor gehad. Dieet, verschillende antibiotica-kuren. Dan zou ik je toch het liefste een wat zwaarder middel geven. Juist in de hoop, als je dat slikt na een maand of drie, dat het over is en ook daarna goed blijft. Wat meestal goed lukt met dit middel. Oké. Okay. Er zijn wel een aantal voorzorgen die we moeten nemen. Je moet in ieder geval zeker weten dat je niet zwanger bent. Okay. Je mag ook absoluut niet zwanger worden in die periode. Mm-hmm. En ook een maand daarna nog niet. We doen wel regelmatig bloedonderzoek, met name voor de leverfuncties. Mm-hmm. Het zou best kunnen daarna, om een optimaal resultaat te krijgen, dat je ook nog microdermabrasie doet. Nou, met die microdermabrasie kunnen we ervoor zorgen dat het weer mooie, frisse uitstraling krijgt. Dat je weer een mooie, gladde huid krijgt. Microdermabrasie is een methode waarbij fijne kristallen de dode huidcellen van je opperhuid slijpen. Na een aantal behandelingen gaat je huid nieuwe cellen aanmaken, waardoor hij er gladder uitziet. Maar zover is het nog niet voor Vanity. Eerst krijgt ze voor een aantal weken een medicijnkuur. En dan verwachten we dat we daar een goed resultaat mee hebben. Vanity uit Eindhoven heeft al jaren last van acne. Ze gebruikt nu een aantal weken een vitamine A-zuurpreparaat tegen deze hardnekkige huidaandoening. En deze is eigenlijk een vaseline zalfje voor mijn gezicht om het vet te houden. Omdat deze pilletjes zeg maar mijn huid helemaal uitdrogen. Ik heb ook heel erg last van droge lippen en droge ogen. Ik heb zowel mijn ups en downs, maar over het algemeen merk ik wel dat het veel beter gaat. En ik zie echt verbetering. Dus ik heb in ieder geval goede hoop. Vanity's medicijnen kunnen ernstige gevolgen hebben voor een ongeboren kind. Daarom moet ze regelmatig bloed laten prikken om er zeker van te zijn dat ze niet zwanger is. Ook wordt dan haar leverfunctie gecontroleerd. Nou, bloedprikken vind ik altijd een beetje tegenvallen. Maar ja, komt goed. Hoort er ook bij. 6 weken na haar eerste consult komt Vanity met haar vriend bij dermatoloog Dr. Dros voor controle van haar huid. Dan zullen ze met goede belichting kijken. Nou, dat gaat wel heel erg goed, moet ik zeggen. Je ziet nog wat hele kleine rode vlekjes, maar echt littekens of putjes waar we in het begin bang voor waren, die zijn eigenlijk nauwelijks meer zichtbaar. Kijk eens deze kant op. Die rode vlekjes is normaal, dat zal nog wel een maand of twee duren voor die helemaal wegtrekken. Okay. Maar goed, we gaan dus nog lekker even met de behandeling door, maar dit loopt prima af. En dan over 6 weken, dan moet je een basic huidje hebben. Mooi zo. Oké. Okay. Zo zag de huid van Vanity 6 weken geleden uit. En nu, halverwege de behandeling, is haar huid al zo glad geworden. Ik ben onwijs blij dat ik het klaar heb. Ja. Resultaat mag er ook wel zijn, dus over 6 weken zal het nog beter zijn, dus dan ben ik helemaal blij.